nieuw seizoen. Ja. Maar de eerste oefenwedstrijd heb je je supporters niet verwend? Nee, zeker niet. Dat is niet helemaal wat we wilden, maar aan de andere kant geeft het ook wel goed aan waar we nu staan, denk ik. Dus, we hebben een heel klein groepje nog, met heel veel jonge jongens en ook een aantal jongens terug. En ook een aantal jongens die daarvan ook weg zouden mogen. Dus we zijn nog lange niet compleet, we zijn nog lange niet waar we willen. Dus misschien geeft het ook wel goed aan wat er aan de hand is. Aantal nieuwe jongens erbij, die hebben vandaag veel alle kans gekregen. Betekent dat je daar een klein beetje een goede indruk van hebt gekregen? Nou ja, de meeste hebben bijna een halve wedstrijd gespeeld, dus dat valt wel mee. Dus ik heb er niet een hele goede indruk van. Er zijn ook vooral jongens achterin. Daar hebben we ons versterkt. Dat was ook nodig, maar we moeten natuurlijk ook op andere posities van het veld nog flink aan de bak. Betekent dat de technisch directeur nog echt zijn best moet doen om... Natuurlijk. Tuurlijk, we waren hier met 17 man, geloof ik. Waarvan een aantal jeugdspelers, waarvan een aantal spelers waarvan we hebben gezegd dat ze naar een andere club mogen vertrekken. Ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, kom je tot een mannetje of 12, misschien 13. Waarvan de meeste vorig jaar geen basisspeler waren. Dus ja, dat geeft ongeveer wel aan wat de status is van de huidige groep. Was je verbaasd dat het amateur-elftal op een 2-0 voorsprong kwam? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ja. Je valt in een veel te traag tempo aan. Zij maakten het goed dicht, maar je moet veel meer energie erin stoppen, veel meer lopen. Ja, ze schieten twee keer de bal naar voren en twee keer staan we te pitten en er zitten twee keer in. Betekent wel dat jouw achterhoede met veel nieuwe mensen al erin direct al wel heel wat moet doen? Ah, maar dit zijn wedstrijden, zo moet je het niet bekijken. We zijn gewoon bezig en natuurlijk moeten we nog hartstikke veel verbeteren met elkaar. Maar het is volgens mij het allerbelangrijkste dat we zorgen dat de selectie op niveau komt qua kwaliteit en qua kwantiteit. Dat is het volgens mij het allerbelangrijkste. Wat vind je van het oefenprogramma zoals dat nu vastgesteld staat? Ja, het oefenprogramma is goed. Er is niks mis mee. Dus volgende week spelen we twee wedstrijden. Dus volgens mij zit het oefenprogramma prima in elkaar. Billebek, het trainingskamp. Ja. Hoe gaat het daarmee en hoe kijk je daarnaar uit? Ja, volgens mij is dat iets wat een traditie is, wat al heel lang is. Ik ben er nooit geweest, maar iedereen is er heel positief over. Dus dat moet gewoon goed zijn. Dat geeft ons de mogelijkheid om goed door te bouwen. En ik hoop vooral dat we voor Bielebeck in ieder geval de groep wat meer compleet hebben. Dat is wel belangrijk, want we zijn op tijd begonnen. Maar we zijn ook al bijna 2 weken bezig. Kan je aangeven wat je nog mist, wat je nog wilt hebben? Nou ja, kijk naar het team wat we vandaag op hadden gesteld. Wat ik zei, de voorste 6 in de eerste helft. Ja, waar zat 1 basisspeler van vorig jaar bij. En voor de rest speelden daar wissels of jongens die eventueel weg mogen. Dus ik denk dat ik het antwoord dan wel heb gegeven. Andere jaren dan was het altijd zo, dan won Heracles hier met dubbele cijfers. Ja. Ja. Ja, dat was vandaag niet zo. Nee, maar ik heb volgens mij proberen uit te leggen waar dat er middenin zit. Maar desalniettemin, het publiek heeft zich wel vermaakt. Nou ja, dat weet ik niet. Ik vond het een beetje slapjes, maar oké. Wens je heel veel succes. Dankjewel.